50, 58, 59, 60. Oké, dit moet de plek zijn. Nou, dat werd tijd, zeg. We liepen al een eeuwigheid. Ja, man, mijn benen doen zeer. Moesten we echt zo ver lopen? Dit is waar Doc deze zei dat we gaan picknicken. Dat gezegd, laten we alles klaarzetten. Heeft iedereen zijn eigen snack meegenomen? Natuurlijk. Echt wel. Dat denk ik. Oké dan, iedereen mag zijn mandje neerleggen op zijn uitgekozen plek. Uitge, wat nu? Op je kleur. Oh, dat wist ik wel. Oké. Oké, daar gaan we dan. Hé, hey, jongens. Ik ben er. Pikkie, was je aan het rennen? Ik dacht dat je recht achter ons was. Dat was ik ook. Halverwege. Oh, jeez. Gaat alles goed? Je hebt geen astma, toch? Moest ik dat meenemen? Laat maar, ga zitten, kom op adem en dan gaan we beginnen. Ah, dank je. Hey gast, het mandje is uitgepakt. Kunnen we nu iets gaan doen? Kom op. Nu al? Maar we zijn net begonnen. Ja, zeg dat maar tegen haar. Kom op, ik heb te veel energie. Ik moet bewegen. Oké, rustig. Nou vind ik het oké, als je echt wil. Ja, kom op. Je weet dat ik dat moet zeggen, hè? Ik heb de frisbee. Oké, veel plezier. Dus Crafty, wat heb jij meegenomen? Oh, ik heb marshmallows meegenomen. Ik moest er van de ontbijtkamer verwijderen. Is dat oké? Dat is prima, Crafty. En jij, Pikki? Pikki, je hoeft er niet zoveel mee te nemen. We hebben allemaal onze eigen mandjes. Ja, dus? Hoe bedoel je dus? Heb je niet... Wacht, zeg je nou dat je al dat voor jezelf hebt meegenomen? Je zei dat je je eigen mandje mee moest nemen. Nou ja, maar heb je geen ontbijt gehad? Nou natuurlijk wel. Het is de eerste maaltijd van de dag. Het is nog niet eens middag. Wat heb je gehad vanmorgen? Eens zien. Ik had 3 eieren, 2 pannenkoeken en een wafel, wat toast, een ontbijtburrito, wat bacon. Maar dat... Een burger, wat barbecue ribs met wat macaroni en kaas. Een pinda en jam, mijn favoriet. Een paar koekjes voor geluk. Ik heb het allemaal afgerond met een milkshake getopt met ijs. Ik had het over ontbijt. Ik ook. Oké, weet je wat? Ander plan. Jij en ik gaan een controle doen. Een controle? Maar wacht, ik zat net! Crafty, bewaak alles even. We komen zo terug. Maar ik dacht... Hé, hey, waar gaan jullie heen? Ik dacht dat we gingen picknicken. Het Benietenbos, we komen terug. Maar ik wil niet teruglopen. Waar zijn zij mee bezig? Nou, ik heb een raar gevoel dat er iets aan de hand is. Zonder mij. Volg ze! Ach, waarom niet? Ik heb toch niks beters te doen. Dus, wat is het nieuws, Doc? Nou, helaas is het niet een goeie. Wat? Nou, ik heb de sample onderzocht en je hebt een heel hoog cholesterolgehalte. Cool. Nee, Pikki, dat is slecht. Oké, niet cool dan. Het hoge cholesterolgehalte leidt tot vetophopingen die door je bloedvaten gaan. En dat kan leiden tot veel verstoppingen door het lichaam. Nou, dat klinkt niet goed. En het veroorzaakt meer problemen, zoals lipidestoornissen, perifere slagaderziekten, hartaanvallen, beroertes. Het punt is, het is niet goed voor je gezondheid. Maar hoe kom ik er nou aan? Hoe denk je? Nee. Helaas van wel, Pikki. Maar het goede nieuws is, ik ken het remedie. Ja, wat is het? Je dieet veranderen en voldoende bewegen. Nee, wat nog meer? Sorry, Pikki, maar dit is de makkelijkste manier. Maar het komt goed. Je hebt alleen maar een oefeningsroutine nodig. Zijn we een oefeningsroutine? Hoppie, kikken. Wat doen jullie twee hier? Volgens mij zei je dat er iemand een bodybuild nodig heeft. En wie is er beter voor deze job dan de beste? Ja, en Kikken ook. Wat? Jullie willen de leiding nemen? Ja, je zei dat ze meer moet bewegen. En ik weet letterlijk niet hoe ik moet stoppen met bewegen. Alsjeblieft, ik beloof dat ik het goed zal doen. Ja, nou, ik weet niet.
Eigenlijk is dat niet een slecht idee. Wat? Jullie twee kunnen haar helpen met haar oefeningsroutine. En ik kan haar helpen haar eetstoornis overzien. Stoornis? Ja, ja. Hopelijk ben je klaar voor een gloednieuwe jou, Pikkie. Want ik ga je in vorm brengen. En ik breng je in een betere vorm. Koeler dan die van Hoppie. Oh, langs dat pad wil je niet gaan. Als ik iets mag vragen, is of jullie normaal kunnen doen en niks breken. Zoals een been. Laat je dat ooit gaan? Ik weet het niet. Moet dat? Ga gewoon. Wacht, Pikkie. Nog een ding. Wat is dit? Dit horloge houdt bij hoeveel calorieën je hebt verbrand. En als het piept, betekent dat je doel hebt bereikt voor vandaag. Cool, maar ik weet het niet nou, echt. Nou, ik weet dat dit moeilijk zal zijn, Vicky. Maar onthoud, dit is voor je eigen bestwil. Je zult het zien. Tuurlijk. Oké, varkentje, luister goed. Jij bent geselecteerd voor het Konijnen Bodybuildings trainingsprogramma, waar je getraind en gedisciplineerd zult worden voor je geest en je lichaam. En ik zal ervoor zorgen dat jij niet wegloopt op dezelfde manier dat je bent gekomen. Hey, sergeant, ze krijgen gewoon een training. Ze gaan erbij leven. Nog zo'n sluwe grap en je mag naar huis, Veremans. En trouwens, ik ben een coach, geen sergeant. Voelt voor mij hetzelfde. Nou dan, mijn programma zal je deze vier eigenschappen helpen beheersen. Uithoudingsvermogen, kracht, balans en flexibiliteit. Volgens mij heb je die laatste fout gespeeld. Nou, ik weet wat je denkt. Wordt het moeilijk? Wordt het vreed? Oh, dat zal het zijn. Wordt het pijnlijk? Oh, reken maar. Zou je naar huis willen? Nou, dat wil je, maar dat gaat niet. Zal het angstaanjagend en ondraaglijk zijn om er voor je rest van je leven mee te leven? Ik garandeer van wel! Oh, maar let op mijn woorden, Pippi. Het wordt het waard. Ga ik naar huis in een lijpzak? Misschien. Jongens, ik denk dat geen dit... woorden meer. Tijd om te werken. Trainen. Uithoudingsvermogen. Nou, gaat best goed. Maar... ze kan beter. Ja, dat wou ik zeggen. Ah, daar gaan we. Nee, ze kan nog steeds beter. Sneller. Oké, nu gaat het. Kracht. Oké, meer gewicht. Hey, wacht, wil jij haar niet helpen? Nee, ze zal sterk genoeg zijn om haarzelf te helpen. Nou, als jij het zegt. Balans. Snackpauze. Dat was een test. Je hebt gefaald. Flexibiliteit. Oké, Hoppie. Volgens mij is ze klaar. Niet voor de piep. Eindelijk. Dus, zijn we klaar? Yep, ik wist wel dat je het kon. Ik ben zo'n goede instructeur. Dus, hoe voel je je nu, Pikkie? Vreselijk. En hongerig. Ik ben zo blij dat dit voorbij is. Ik hoef dit nooit meer te doen. Waar heb je het over? Dit is de eerste dag. Wat? Trainingsroutine. Je gaat met ons chillen voor de rest van de week. En om ervoor te zorgen dat cholesterol whenever niet meer terugkomt, hebben we je schuur leeggeruimd om je voortgang te behouden. Waarom lachen we? Want wat is het dan? Ik kan het niet meer tegen. Dus wat? Je geeft het op? Niet als ik er wat over te zeggen heb. Mag ik misschien een hapje? Van? Pikkie, waar ben je mee bezig? Mijn maag blijft me huilen. Ik kan het niet meer tegen! Wow. Oh, Happy, volgens mij moet je... Pikkie, chill. Het was maar een training. Dat had ik nodig. Bedankt voor de thee, Bobby. En ook dat je bij me bleef. Natuurlijk, dat doe ik graag. Sorry dat je de picknick hebt moeten missen. Ja, ik ook. Maar dat is oké. Ze hebben elkaar. En dat moet toch leuk zijn? Het is daarover. Ja, ik weet het. Ik vraag me af wie er aan de deur is. Nou, jullie zijn vroeg terug.
Dus hoe ging het? Hier is Pikki! Jongens, wat is er gebeurd? Het was maar een uur. Oké, Pikki, we gingen te ver. We snappen het. We probeerden alleen te helpen. Kom op, Pikki. We kunnen hierover praten. Nee, geen woorden meer. Tijd om te... Pinda en Jam. Oké. Volgens mij heb ik het al gezegd, maar... Bedankt daarvoor, Katnip. Wat? Hoe is hij nou? Wat? Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Je brak mijn deur. Oeps. Sorry daarvoor. Zo te zien kreeg ik wat honger en ging ik een beetje... Doei! Nou, ik wilde jullie bedanken voor jullie poging om me te helpen. Maar ik denk dat het beter is dat ik hier aan werk op mijn eigen tempo. En dat ik beter voor mezelf zou zijn. En zo. Dat lijkt me goed gezegd. Nou, het is tenminste jouw lichaam. Dus het hoort jouw keuze te zijn. Denk ik. En hé, je hebt heel veel verbrand vandaag. Dus wat dacht je van ijs? Ik betaal. Oh, jee! Mag ik 4 bolletjes? Ja, dat weet ik. Oké, dan. We kunnen niet uitrekken. Zo te zien hebben we allemaal iets geleerd. Het enige wat ik heb geleerd is dat ik me met mijn eigen zaken moet bemoeien. Volgens mij zijn we iets vergeten.